weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Reemers. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Ik ga met nu hier zo stukjes aan het arriveren bij de koning. Jawel, dames en heren. Vandaag is de dag dat ik naar de koning ga kijken. Voilà. Bij deze ga ik hiermee parkeren. Voilà. En dan gaan we proberen zo dik mogelijk te geraken. Hè. Dames en heren, er staat wel al redelijk veel volk al voor het rusthuis van Cecilia Rustoort. We gaan toch nog proberen zo dicht mogelijk bij te geraken. Dat jullie toch ook nog een kleine glimp hebben van de koning. En de speeltuin is ook al afgesloten. Ja, want dan kon ik een shortcutje doen. Maar nu niet. Of wat? Ja, wat doen? Toch niet. Dat wil ik op politie. Ik kan dat niet doen. Ah, maar ik wil iets halen uit mijn auto. Dat is een mondmasker. Heel belangrijk, mondmasker. Ja, ja. Hoe. En ik heb ergens een plaats gezien. Slapen voor onze gemeenschap. Dat er komen kijken. En daar arriveert nu de koning. Ik moet wel. Oh, kijk maar. Geapplaudisseerd voor de hele koninklijke familie. Eerst gaan ze naar de burgemeester en de schepenen. Die jongens spelen, ja, dan is de koning dus door naar de koor, de bandit. Waar Psycho TV ook binnenkort aanwezig zal zijn.
En daar lopen ze nog. Achter de naderhekken eigenlijk bij de echte fans, de royalty fans. Ronnie, kan je ze beschrijven hoe je er op dit moment uitziet? Ik heb een hesje een tricolore kleur aan en ik heb een mondmasker een tricolore kleur aan en ja, ik heb een rode broek en zwarte schoenen. Dus, ja. Ja, allemaal zwart, geel en rood. Zo ben ik gekleed en een petje ook nog. Ja, dit is niet de eerste keer dat jij op zoek gaat naar de koning? Nee, al verschillende keren. Normaal doen we dat bij koningsfans 3 keer per jaar rond 17 februari, maar dat is, kan verschillen en dan 21 juli de nationale feestdag en dan 15 november Koningsdag. Ja, het is een bijzondere nationale feestdag vandaag. Hè. De koning is niet in Brussel op dit moment, normaal gezien groot defilé. Ja, hoe vergelijkbaar is dit? Het is toch heel anders? Ja, dit is minim, maar ja, het is mooi weer en we laten ons niet kisten door corona. Wij zijn hier gezellig samen, ja. Op afstand. Hoe belangrijk vond je het om hier toch bij te zijn vandaag? Oh, ja, tussen de koningsfans dan zien we elkaar ook nog allemaal zo'n beetje. Hè. Ja, en ook daar wordt gesproken over... Over Koningshuis, ja. Ja. Dimitri, je bent hier ook een van de grote fans. Je bent zelfs aan het vloggen op dit moment. Ja, ik ben gewoon ook al wel op om te kijken. Dus ben ik naar de koning hier gekomen in Sicilië. En ik heb hier zelfs ook nog gewerkt vroeger. Je werkt hier in het woonzorgcentrum? Ik heb hier vroeger gewerkt, ja. En als shopstudent. Ja, je bent van Alkmaar, van hier in de buurt. Ja. Is de koning er al ooit geweest? Bij mij weten van nog niet. Dus dat is de allereerste keer hier in Alkmaar. Ja, en jij wou er heel graag bij zijn? Ik wou er echt heel graag bij zijn, ook en de glimp opnemen van de koningshuisfamilie. Ja, en ze waren goed te zien, hè? Die waren echt heel goed te zien. Echt in een hele mooie kolonie, ook van auto's en al. Ook de auto's hebben veel bekijks. Ja, zeker, ja. Ja. Konings, fans die er toch wel aan het nadenken een glimp willen opvangen van de koning en de koningin. Het is mooi om te zien. Zo, ik ben nu ook even op Radio 2 geweest voor een kleine interview. Ik ben al gewoon wereld. Ronnie heeft ook nog heel mooie tekeningen gemaakt voor het Koningstehuis. Echt heel mooi. Ja. Heeft er talrijke erbij. Elisabeth, heel schoon. Elisabeth. Elisabeth. Heel schoon. En Claire. Wauw, schoon. Nog iets, Elisabeth. Oh, heel schoon. Dat is echt heel schoon. En dat is Astrid. Heel schoon. Heel mooi. Echt heel schoon. Twee koningen en 2 koninginnen. Zo schoon gevonden. Amai, schoon. Wacht, ik heb die laten focussen. Ja. Amai. Ben ik met Fabiola? Schoon. Heel schoon, ja. Fabiola. Ah, Fabiola. Ja. En Paula en Bert, ja. En Albert, ja. En Seiko. Schoon. En die van Luxemburg. Kent je die? Maria Strit. Heel schoon. Leia. Prinses Leia. Mooi. Die is ook in de kern. Oké, ja. Wie is dat? Een aartshertogin van Luxemburg. Kathleen noemt ze. Schoon. Dat is bij haar man. De zoon van Maria Strijd. Ja, mooi. Nou, weer al zo'n mooie tekening. Dat is Fabiola thuis aan de moeder. Ah ja, mooi. Cool.
is heel mooi gedaan. Dat is echt heel mooi gedaan. Oh, cool. Wat gaat daar op? Dat is een koningin van Fabiola. Van Fabiola? Ah, ja, ja, maar dat doen zo. Dan de koning en de koningin en de rest is daar. Daar staat de hele koninklijke familie. Bij Mark Pinkste. Bij de burgemeester van Alken. Op de foto. Voilà. We zijn nu nog even wat brei aan het praten bij... Mike Pinkster. En dan gaan we ook nog de volledige kolonie ook nog hier zien vertrekken met de wagens. Ook met de koninklijke familie hier erbij. Stappen mooi in de wagen. Leve de koning! Leve de koningin! Dat is heel goed gezegd. De hele kolonie van politie vertrekt terug. Dan gaat ook de koningin vertrekken. En die gaat ook nog even zwaaien naar de publiek toe. Zeker zo. En dan de ganse kolonie. Wagens. Daar in een geblendeerde auto zitten ook nog mensen. Elisabeth zit daarin. En daar zit de koningin zeker? Eleanor. En Emmanuel. Emmanuel, oké. Okay. Hier zit je dan niet te goed. Gabriel dan. En voilà, iedereen is nu vertrokken. De felicitatie is gehad van de burgemeester. Ik ga nu nog even filmen maken van een vlag die daar ook ophangt. Kunnen jullie dat ook even zien? Even door de massa. Hier zie je de Belgische vlag ook weer met het koninklijkse tehuis. Heel schoon gemaakt van die man Gender. Yes, hè. Heel schoon. Ik heb ook nog even met de burgemeester gebabbeld. En nu ben ik door naar mijn schat. Ja, die moet ook nog even wat aandacht krijgen. Hè. Het was wel de moeite om toch te gaan, om toch eens de koninklijke familie toch eens te zien. Dus, I'm happy. Yeah. Ja mensen, ik ben het ook nog eens in een keer, wat ik wel een klein beetje jammer vond, er was redelijk veel volk gekomen. En ja mensen, ik weet het dat de zon inslag, hier zo, ja, dat er wat irritant overkomt op mijn beelden, sorry daarvoor. Ik vond het dus eigenlijk niet kunnen, dat er redelijk wat volk ook zonder mondmasker aanwezig waren voor de koningin te begroeten. Dat vond ik wel een klein beetje het grote minpunt. Maar ik had wel mijn mondmasker aan, sowieso. Dat van Cycle TV had ik aan. Dus ik kon niemand daar besmetten bij deze.
En nu ben ik onderweg naar mijn scratcher toe. Die is ook al aan het wandelen richting de gezette winkel. Dus ik weet ook niet op hoe lang dat ik er ga overdoen om ja. En de motards van de politie, die zijn ook al terug. Die hebben de koning en de koningin en de hele politiek afgeleverd aan de autosnelweg. En die zijn nu op weg naar de volgende meeting. Een volgende rusthuis, heb ik gehoord. Als ik daar ook weer al aanwezig wou zijn, moest ik 150 kilometer gaan rijden. Dus die moeten nu nog 150 kilometer rijden. En dan pas zijn ze daaraan. Dus Orgaam, die bejaarde de mensen die dan daar de koning en de koningin ook nog moeten opwachten. En dan is er ook nog vuurwerk, heb ik gehoord. Als die doorgaat op de Nationale Feestdag, ik weet het niet. Maar daar ben ik niet aanwezig. Bij deze, dan weten jullie dat ook. Oh. Dus, het was wel leuk om hun eens een keer in het echt te zien. Het was een hele belevenis. Ja, die pakken weer al de ganse banen. En voilà, ik ben ook al op de expressweg richting mijn schatje. Allee, au revoir allemaal, Mars. Ik kan hier nog wat muziek luisteren. Bezoek zijn we hier bij het Alks Matthijske aangekomen, hier in Alken, opnieuw. Ik ga nu nog gauw eten, want ik heb nog niet gegeten. Ik heb haar ook getrakteerd op een koffie verkeerd, hè schat? Ja. Kijk eens mensen, hier is ze weer. Hallo. Nog iets te zeggen tegen de kijker? Nu even niet. Oei, jammer. Oké. Ik ga lekkere saus en lekkere volleval eten met aardappelblokjes. Yay! Getrekken hier bij Alex Matthijske. Ja, jullie horen het. Hier zijn redelijk wat spelende kinderen. En ja, Bea is ook nog altijd bij mij. Jammer genoeg. Dat wist ik dat ik dat ging krijgen. Daarom dat ik dat ook zei. Was dus niet slecht bedoeld, schat. Dan hoop ik maar. Ah. Nee, ik weet dat je dat niet slecht bedoelt, maar ik vind het gewoon soms niet leuk dat ik dat soms moet horen. Oké. Ik ga nu even terug naar Urgen. Mijn dessertje nog ophalen. En dan nog even bezig houden met mijn schatje. En zo knolken kijken, denk ik. Samen kijken, ja. Maar dan ga ik wel... Ja. Ja, oké. Okay. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. Oh, kijk. Huh? Huh? Oh, zijn jullie er? Oh, dat wist ik niet. Ja, ik heb wel slecht nieuws, hè. Ik heb slecht nieuws. Godverdomme, kijk. Kan er niet onderuit. Het is er een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is gekomen. Ja. Nee, want de brug moet niet geblast worden, hè. Even hier opletten, want dat is hier altijd een heel gevaarlijke kruispunt aan de record. Dus dan bij deze. Oh, ik vind het zo jeuk, hè. Wie is er over mij aan het roddelen? Dat weet ik niet. Dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven. Ik hoop dat jullie naar deze speciale vlogaflevering hebben gekeken op de 21ste juli. De Nationale Feestdag. Jawel, voor mij was het ook echt een Nationale Feestdag. Want ik heb toch de koning kunnen ontmoeten. Toppie! Ben ik wel eigenlijk blij om bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt.
en deel deze video, zeker met uw vrienden en uw familieleden. En zeg dat ze ook moeten abonneren. By the way. Allee, tot morgen allemaal. Yo, bye bye. Bye bye. Ze hebben ook nog blijkbaar de Radio 2 fragment ook gevonden. Deze ga ik hierna ook nog toevoegen als het mij is gelukt. Bij deze. Dus als het niet gelukt is, dan is deze vlog nu gedaan. En als het gelukt is, ja, komt er nog een klein stukje eraan. Dus nu even mijn kabel hier eens insteken. En dan beluisteren. Yo. Volg achter de nadarhekken eigenlijk bij de echte fans, de royalty fans. Ronnie, kan je ze beschrijven hoe je er op dit moment uitziet? Ik heb een hesje in tricolore kleur aan en ik heb een mondmasker in tricolore kleur aan en ja, ik heb een rode broek en zwarte schoenen nog aan, ja. Ja, allemaal zwart, geel, rood. Zo ben ik gekleed en een petje ook nog. Ja, dit is niet de eerste keer dat jij op zoek gaat naar de koning? Nee, al verschillende keren. Normaal doen we dat bij koningsfans 3 keer per jaar, rond 17 februari, maar dat kan verschillen en dan... Mm-hmm. 21 juli, de nationale feestdag, en dan 15 november, Koningsdag. Ja, het is een bijzondere nationale feestdag vandaag. Hè. De koning is niet in Brussel op dit moment, normaal gezien groot defilé. Ja, hoe vergelijkbaar is dit? Het is toch heel anders? Ja, dit is minim, maar ja, het is mooi weer en we laten ons niet kisten door corona. We zijn hier gezellig samen, ja. Op afstand. Hoe belangrijk vond je het om hier toch bij te zijn vandaag? Oh, ja, tussen de koningsfans, dan zien we elkaar ook nog allemaal zo'n beetje. Hè. Ja. En ook daar wordt gesproken over... Over Koningshuis, ja. Ja, ja. Dimitri, je bent hier ook een van de grote fans. Je bent zelfs aan het vloggen op dit moment. Ja, ik ben gewoon ook omwille van mijn kijkers. Ben ik naar de koning hier gekomen in Sicilië. En ik heb hier zelfs ook nog gewerkt vroeger. Je werkt hier in het woonzorgcentrum? Ik heb hier vroeger gewerkt, ja. En als shopstudent. Ja, je bent van Alke, van hier in de buurt. Ja. Is de koning hier al ooit geweest? Bij mij weten van nog niet. Dus dat is de allereerste keer hier in Alke. Ja, en jij wou er heel graag bij zijn? Ik wou er echt heel graag bij zijn. Ook en de glimp opnemen van de koningshuisfamilie. Ja, en ze waren goed te zien, hè? Die waren echt heel goed te zien. Echt een hele mooie kolonie, ook van auto's en al. Ook de auto's hebben veel bekijks. Jazeker, ja. Ja. Koningsfans die er toch wel aan het nadar een glimp willen opvangen van de koning en de koningin. Het is mooi om te zien. Spits met Niels.